Goedemiddag Kelly, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Elegance. Stel je eens even voor alsjeblieft. Ik ben Kelly, ik ben 24 jaar en ik woon in Tielt. Ik ben mama van een zoontje van 3 jaar, Jaden noemt hij. In mijn dagelijkse leven werk ik bij familiehulp, dus ben ik een heel sociaal type. Ik sta graag open voor nieuwe avonturen, dus daarom heb ik mij ook ingeschreven voor Miss Elegance. Omdat het een non-nonsense eerlijke verkiezing is en ook daarom omdat er geen maten aan te pas komen. Dus vrouwen met een maatje meer zijn dergelijke welkom. Ieder meisje heeft hier bij ons een rugzak, een kleine rugzak, een grote rugzak. Maar we zijn er allemaal voor elkaar om elkaar te steunen. Ja. Hoe komt het dat je zo voor familiehulp gekozen hebt als beroep dan? Omdat ik graag de mensen zie glimlachen. Ik ben altijd content als de mensen glimlachen. Ik maak ze graag content. En dan, ze zeggen altijd, ieder huisje heeft zijn kruisje. En als een huisje proper is, voel ik mij ook blij. En wat zijn de mensen zo waarbij je bij je komt? De oudere mensen, jongeren? Oh, dat varieert. Het kunnen rolstoelwagenpatiënten zijn tot oudere mensen. Ja. Maar ook soms hele jonge mensen die fysiek niet meer capabel zijn om hun eigen huishouden te doen. Ja, ja. Dan kom je wel eens tegen, denk ik. Ja, ik kom regelmatig te horen. Zeg, wat vindt je omgeving nu dat je met Miss Elegance hebt meegedaan? Ik heb het heel eerlijk gezegd, heb ik toch wel getwijfeld om mij toch in te schrijven. Maar zoals Sharon waarschijnlijk al verteld heeft, en wij alle twee een duwtje in de rug te geven om toch daar ons in te schrijven. Ja. En mijn familie was inderdaad heel enthousiast. Waarom doe je nu zo mee aan een misverkiezing eigenlijk? Omdat ik sowieso iemand ben die vroeger heel weinig zelfvertrouwen had. En daardoor, ik heb al een enkele misverkiezing gedaan, tot nu toe met slechte ervaring, jammer genoeg. Maar Miss Elegance is heel iets anders. Ja. Dus daarom heb ik mij ook ingeschreven daarvoor. Hoe kwam het dat je zo weinig zelfvertrouwen had vroeger? Hoe moet ik het zeggen? Je bent lelijk, je bent dik, je bent niet, ja, je bent niet slim genoeg. Op school en zo. Ja, vooral daar dan door. Wat wil je bereiken zo in uw leven na 5 jaar? Zo? Na 5 jaar? Ik ben aan het sparen om een eigen huis te kopen. Ja. Ik woon nu samen met mijn vriend, dus met mijn zoontje zoals ik al eerder vermeld heb. Ja. En binnen 5 jaar, ja. Nog altijd een gelukkig zinnetje hebben, nee. Ga je graag op reis of zo? Ja, ik vertrek 30 september op reis naar Tunesië. Ben je er al eens geweest in Tunesië? Ja, 2 jaar geleden heb ik daar geweest. Maar het is nu de andere kant van Tunesië dat we gaan bekijken. Welke kant ga je nu bekijken? De kant van Hammamet. Het is een mooi land, hè, Tunesië. Absoluut. En waarom Tunesië? Waarom niet Hawaii? Ik moet een beetje denken op de portemonnee. Je hebt gelijk. Ja. Je hebt gelijk. Heb je nog zo'n hobby's? Want dat is eigenlijk zo'n beetje... Ja, ik dans heel graag. Ja. En ik ga wel een keer lekker gaan eten. Ja. Dat doe ik ook allemaal graag. En bij vriendinnetjes samen zitten en een keer babbelen. Je hebt gelijk. Ja. Zeg, als ik je nu nog zou willen leren kennen als meisje en vrouw, zou ik zeker moeten weten over jou? Ik ben een heel geduldig persoon. Ik kan soms koppig zijn. Dat is allemaal niet slecht, hè? Ja, ik ben een heel lief meisje. Ja, om je doel te bereiken moet je soms koppig zijn, hè? Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Kun je niet op alles ja zeggen, nee. Oké, super. Ik wens je nog heel veel succes toe. Oké, dank u wel. Dank u wel. Dank u.